This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, Sohari, Combat Point. Vandaag zijn we bij Real Fighters in Hilversum. Ilias Zougari en Zekeriya Zougari staan naast mij. Heren, hoe is het met jullie? Ik begin met Ilias. Het gaat goed. Mooie partij gevochten. En ja, je hebt het wel gezien. Hè? Ik heb het gezien. Derde ronde knock-out. Zijn moment van de wedstrijd was die spinning backfist. Die zat er goed op bij jou. Ja. Had je daar last van? Ja, niet echt. Maar ik wist niet dat het mocht. Snap je? Ik had het niet verwacht. Oké. Okay. Dus ja. Maar toch op knock-out gewonnen. Een hele goede knock-out. Vertel eens wat over. Ja, ik hoorde trap uit mijn hoek. En toen deed ik wat van me gevraagd werd. Het was een hoge trap op zijn gezicht. Ja, een high kick, ja. En hij ging, ja. En the rest was history. Ja, precies. Van je broertje geleerd? Ja, van mijn broer geleerd. Van je broer geleerd. Ja. Oké, okay. Zekeriya, hoe is het met jou? Ja, gaat goed. Druk in voorbereidingen voor je partij tegen Ilias? Ja, we zijn weer bezig en ik heb er zin in. Hey, even terugkomen op jouw laatste partij. Dat was volgens mij een wereldtitelgevecht. Klopt dat? Dat was de S-Cup in Japan. En die heb ik weten te winnen. En ik mag mezelf benoemen tot de S-Cup kampioen 2016. Nou, dames en heren. Ik bedoel, als dat al geen reden is om naar zijn Facebook fanpage te gaan en me daar een like in te geven, dan weet ik het niet meer. Ja, druk in voorbereidingen. Gameplan, staat dat al of is dat nog in ontwikkeling? We hebben niet een speciale aparte gameplan bedacht. Dus we blijven gewoon onze dingen doen zoals we die vanouds deden. En dat zal resulteren tot een goed resultaat. Heel erg overtuigd van jezelf. Ja, dat ben ik ook. En dat ben ik onder andere omdat ik weet waarvan ik ben bewust van mijn eigen kunnen. En die zal ik duidelijk maken in februari op het gala van Infusion. Dus... Ja, 18 februari, Ring Fight Promotions. Dat is hem, hè? Ja, dat was hem, ja. Oké, goed zo. Hoe is het voor jou om jouw broertje in de ring te zien strijden? Ja, het is spannend aan de andere kant. En aan de andere kant is het ook leuk. En het is best wel nieuw. Omdat je nu meer een rol hebt als een coach. Dus niet, niet degene bent die het uitvoert. En waardoor het moeilijk is juist om te coachen. En om overweg te kunnen van, begrijpt hij wat ik bedoel duidelijk te maken? Of, dus het is best wel nieuw en leuk. Leuk om te doen, zeker. Doet hij het goed? Je hoort het, hè. Maar je leert veel van hem. Je hebt nu een KO gedaan. Je bent nu een C-klasse vechter. Ja. C-klasse vechter. Ja. Wanneer ga jij naar de B? Zo snel mogelijk. Dit is mijn vijfde C. En ja, ik heb ze alle vijf gewonnen. Dus de B. Twee win. Ja, max 2. Max 2 win. Ja. Nou goed. Voor nu jongens, ik wens jullie allebei heel veel succes met wat jullie gaan doen. Blijf nog even staan, want zorg dat jullie deze heren volgen. 18 februari is hij er sowieso bij. Like en deel deze video en tot ziens allemaal.